Ja, goedemiddag lieve vrienden. Het is 13:44 en we leven op 6 maart. Ja, ik ben wat laat, maar ja, dat heet wanneer je ook andere verplichtingen hebt in je huis en om je huis, ondanks de regen. En ik was net op tijd beneden, ja, want daar kwam degene aan van de apotheek die de spullen medicatie thuis bezorgt. En dat moet ik nog uitpakken. En de beestenboel is binnen. Die ligt daar lekker. Die is ook al buiten geweest. Ja. En dat in de regen. Daar hebben ze zo'n hekel aan. Maar in ieder geval welkom bij Corina en de beestenboel weer. Daar zit Eeuw in. En kan de envelop er eens om mij heen te harnissen. Zodat ik uit moet kijken waar ik rij enzovoorts. Gisteren is ze gezogen, maar het lijkt er niet op. Gisteren is Rebecca geweest, maar het lijkt er niet op. Als je de vloer weer ziet, hoe erg, nou ja. Het is heel wanneer ze verharen, hè. Ja, vreselijk. Van de wintervacht naar de zomervacht. Maar, ja, mijn tasje. Ik ga nu eens even uitpakken. Dat, eventjes. Schaartje pakken. Dan zit ik meestal weer in een ander plastic zakje. Dat zullen jullie wel ook hebben, denk ik. Ja. Met een ritsluiting. Lekker makkelijk. Hé, we gaan niet vechten. Waarom moet het nou weer, Kandalf? Waarom ben je nou weer stout? Even die doet je niks. Je zit er toe. En jij geeft er een paar meppen. En wat heb ik? Nou, een hele grote pot is dat. Dat keer weg. Omeprazol. Voor mijn maag. Ik denk dat er meerdere dat bij jullie hebben. Nou, dat moet je eentje per dag flikken. 'S morgens op je nuchtere maag. Doe ik dat niet, maar doe ik dat met de pijnstillers. Nou, gegarandeerd. Dan heb ik, door het eten krijg ik wat van mijn maag. Ja, gegarandeerd. Nou, en dan de pijnstillers. Dat is na Procen. Twee doosjes. Eentje voor boven, eentje voor hier. Dus, ik ken er weer een tijd heen. En dan heb ik die hele leuke kleine potjes gekocht. Waar dat in kan. Neem die mee in de bureau. Gaan ze even fietsen stelen? Ja, je kent eruit, de deur is open. Hele leuke kleine potjes heb ik. Dan moet ik even dat potje pakken. En dat laat ik jullie lekker niet zien. Nee, gaat jullie niks aan. Kijk, zo'n heel klein potje. Dat heb ik gekocht bij Big Bazaar. Als jullie nou een Big Bazaar hebben, en jullie willen ook zo'n potje hebben, dan moet je een rijssetje kopen. Dat ziet er zo uit. Er zitten dan nog drie flesjes bij in. Eén, er zit zo'n spuitdingetje in. Van mijn part doe je de parfum in of zo. Nou, en twee andere flesjes. Ja, wat je daarmee kan doen, weet ik veel. Verzin maar wat. Wat voor medicatie. Het is in ieder geval een medicatie rijsset. Dus ja, 1,50. Nou ja, wat is 1,50? Het ging mij om die potjes. Dus, komt er iemand die die flesjes nodig heeft, of wat dan ook. Nou, die kunnen ze zo van mij krijgen. Ja hoor. Dus ik had twee potjes. Eentje heb ik boven, eentje beneden. Simpel, makkelijk. Nou, dan gaat het doosje er ook bij in. En als dat potje dan leeg is, kan ik het potje weer vullen. Want, die pilletjes... Ik mag niet één hele. Dat is weer te veel voor mij, wordt er gezegd. Dus ik moet ze door het midden breken. Ze vallen heel makkelijk door het midden te breken. En ja, dan heb je van één stripje hek eerst een halve. Breek je door het midden. Nou, in plaats van dat je er dan vijf hebt, heb je er dan 10. Ja toch? Ik heb die 10 dagen vooruit. Ja, heel makkelijk. Nou, die grote pot, die gaat mee naar boven.
die, wat zei ik nou, op zee, of wij, nee, ja, goh. Hoe heet die kringen nou? Omeprazol. Ja, die gaat mee naar boven. Die gaat ook mee naar boven. Die doet ik weer even hier een zak terug. Dat zet ik gewoon aan dat ik kan. Komt toch niemand. En dat zet ik aan de andere kant van de tafel even neer. Zodat het uit de weg staat. Even weg jij. Die zet ik even hier neer, dat gaat gewoon mee naar boven toe. Doosje kan weg, trek niks aan. Die vouwen we eventjes weer plat. Ja, en ik denk die neusverkouwen ook zo lekker. Maar niet heus. Zo. Zo, ook klaar. Nou, en wat doe ik met die zak? Nou, het is altijd heel erg handig, deze zakken. En dan zeg ik, dankjewel, apotheek. Ik heb er weer een zak erbij. Want dan krijg je belangrijke papieren die in een map op wil bergen. En het moet mooi en schoon blijven. Doe je hier al in en daar in zo'n insteekvel. En dan in de map. En dan halen we die etiket er heel voorzichtig er even af. Zo. En dan vouwen we hem op. Even de lucht er een beetje uit. En dan vouwen we hem op. Zo. Even de telefoon erop leggen. Sticker weg doen. Geen katten achter me? Nee. Nou, hoppa. Klaar. Ja, dan kan dit weer bij de rest. Hé? Hey? Ja, nou. Dan kan dit weer bij de rest. Ik leg eerst mijn telefoon erop. Zo. Dat ja, dan zo doen we dat. En die potjes, ja, ik zocht eigenlijk, vroeger had je ook van die ronde, mooie, medicijnde bakjes. Er ging gewoon één soort pil in. Ah, je hebt nou tegenwoordig die moderne, nou die heb ik ook wel. Die zit in mijn tas. Ik zal hem eens even zoeken. Die heb je ook. Staan blijven. Even mijn tas erbij. Nou, moet ik weer open willen. Even zoeken. Kijk, die heb ik ook. Nou, die is ook algemeen bekend. En daar is dat bakje die ik bedoel. Ga jij even daar. En daar zijn we weer. Ja, hij ging even uit. Dat kan gebeuren. Te lang aan. Zo'n bakje. Er zitten drie vakjes in. Ja, één vakje is bij mij eigenlijk leeg, want de ene is de pijnstiller en de andere is de omeprazol. Nou, en als ik nou eigenlijk een hele lange dag weg moet, dan moet ik ook voor mijn cholesterol mee. En dan moet ik ook mijn inhaler mee. Nou, mijn inhaler gaat hier niet in. Dat is, ja, dat pilletje wel, maar dat ding niet. Dus ja, maar ik heb dit bakje dan ervoor. Ga ik langer weg, nou dan neem ik gewoon die andere potjes mee. Maar ik ga niet langer weg, want ik heb de dieren die laat ik niet alleen nog thuis. Echt niet. Nee, nee man, nee. Laat jullie niet alleen nog thuis. En dan nog een nacht is zonder oppas, dat doen we niet. Hè. Nee, we moeten wel oppas wezen, zeg maar. Ja. Ik ga even naar de kamer. Ik
Zo. Nou, ja. Zo doen we dat. En ik weet niet hoe het hier is, maar het is hier buiten regen. Harde wind. Het is vies, het is nat, het is koud, het is bah. Ja, niks aan. En ik moet er eigenlijk wel even door, vind ik. Ja, ik moet wel even nog wat kopen voor Rebecca. Die is hier 2 jaar in dienst. Hé, hey, jij joh! Oh, mijn meisje. Meisje, toch. Hé, hey, hou eens op. Hier. Yeah. Even. Hang overal camera's neer om jullie in de gaten te houden. Zo kundig ben ik niet eens. Maar ja, doet er niet toe. In ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Maak er wat van met die treurige weer. Want ja, je kan zo lekker treurig worden. En niks interesseert je dan met dit weer. Ja. Wat moet je? Je gaat je dan gauw vervelen. Oké, ik heb nog even de vaatwas leeg te halen. Ik heb de vaatwas er nog te vullen, maar dat is al. En ik moet eigenlijk weg. Nou, ik denk dat ik dan verweerd en verwaaid thuis kom, want dan doe ik mijn capuchon op nog van mijn jas. Ja, en dan zie ik er niet uit als ik weer thuis kom. Maar het boeit me niet, nee. Ik zou zeggen, lieve vrienden, ga niet van alles, ik kom de deur hier naar huis gaan. Nee, ik heb hem niet langs zien komen. En meestal komt hij vanaf die kant. Maar ja, doet er ook niet toe. Ze zeggen, doei doei, tot later. Zo, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ja. Mijn hemel, ben ik maar naar de deka geweest hoor. Maar ik heb eventjes wat gekocht voor Rebecca. En dat moest ik zelf dan inpakken. Deze schaal. Ik heb er een kaart bij gekocht. En er staat een naam op. En, nou, plantjes, bolletjes. Als het allemaal opgebloeid is, kies die schaal voor andere doeleinden gebruiken. Van mijn part als een schillenbak voor de aardappelen. Ja, toch? Dus, maar. Ja, dan moet je er zelf inpakken. En die inpaktafel staat op een rondhoek. Wat ik niet gewend ben, want die hebben ze verhuisd. Want het stond eerst ergens anders waar ik beter bij kon en nou ja. Maar ja, het zei zo en ik heb een tas vol met boodschappen. Een beetje voor mezelf en de rest voor de dieren. Dus dat ga ik zo even opruimen en natuurlijk heb ik een bounty mee. Die zal ik ook even opzoeken en een bakje koffie, daar ga ik eerst mee aan de gang. Dus ik zeg lieve vrienden, geniet verder van jullie druilerige dag. Want zoals hier is, zal bij jullie ook wel wezen, toch? En ja, geniet zoveel als je kan. Dat is gezegd, tot later. Wat? Zegt er eentje miauw, eeuwenje. Nou, die kijk, bekijk het maar even. Doei, doei. Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, ik wens jullie als eerste een welkom bij weer een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En mijn excuus, ik heb gisteren niet afgesloten. Dat was ik te moe voor, te lamlendig voor. En lamlendig ben ik nog. Ja, door mijn neus. Die kant, ja, die loopt leeg. Ik heb een soort een emmer eraan vastbinden. Af en toe begin ik ook weer te hoesten. Dus ja, het is die grip nog steeds, hè, die heerst. Ja, dan, zo voel je je weer eigenlijk goed en redelijk. En dan krijg je weer een dreun eroverheen. Ja, lekker is dat, hè. Ja, niet heus. En de diertjes zijn allemaal binnen. Ja, de diertjes zijn allemaal binnen. Ik denk dat jullie ze zo wel moeten zien. Denk ik, vermoed ik. Dus ja, en ik ga zo meteen weer een filmpje renderen. Zodat die weer naar Facebook toe komt. Ik heb een aantal mappen staan weer. Die er naartoe kunnen. Dus we zullen het beleven. Ik ga eens even een bakje koffie doen. Ik heb net Frodo zijn tuintje schoongemaakt. Ik heb de afgelopen nacht niet kunnen slapen. Tenminste, ik sliep bijna, zal ik je vertellen. Ja, ik lag zo lekker in mijn warme bedje. En, maar in ieder geval, mijn maag kwam weer eens een keertje omhoog. Ja, vond ik niet leuk. Dus het zuur en alles eruit. Ja, het zuur dan, hè. En weer helemaal in slaap kunnen komen. Dat was
kwart voor zeven dat ik dacht van ja, hallo, ik moet er straks om 11 uur eruit, want Rebecca komt om 12 uur. En toen kreeg ik een telefoontje van Rebecca. Is het goed dat ik morgen kom in plaats van straks? Ik zei ja hoor, ik zei dat is ook goed. Ja, ze zegt, want dan kun jij blijven liggen. En ze zegt, ik heb het momenteel eigenlijk te druk om te komen. Ze zegt, ik moet ook, dat ze het ziekenhuis moest of zo. Maar in ieder geval, ze moest voor controle weg. Dus ja, dan ga je daar, dat gaat dan voor. Ik zeg, nou, ik zeg, doe maar hoor. Ik zeg, want sowieso, als je zegt, dan kun jij lekker blijven liggen. Nou, dat heb ik dus ook wel gedaan. Ja, nou, dan krijg je weer zo'n lijst voor het stemmen. Kun je kijken waar je heen wil. Nou, ik ging altijd hier het dichtstbijzijnde. Dus hier vlakbij, daar zijn wij ook in getrouwd, mijn man en ik. Hadden we ons huwelijksfeest. Dat was het buurthuis hier ook. Buurthuis Centrum. Maar ik ga naar de Bethelkerk. Want ik ken hier ook heel moeilijk met mijn booster naar binnen. Het kan wel, maar dan moet die deur openstaan. Die staat nooit niet open, dan enkel het zomers. Het is geen zomer, dus ja, ik ga naar de Bethelkerk. Ha! Ja hoor. Kijk, en, daar kun je tenminste naar binnen rijden, weet je. Dus zo ben ik in het morgen. Dus, vooral met dat regen. Oh, het is echt niet te doen. Het is koud en ik ben net blij dat ik vrolijk zo'n wc schoon heb gemaakt. Want het begint nou alweer te regenen. Dan zie ik op de poort. Maar ja, doe het niet zo. Ik zit binnen, lekker droog, bij mijn diertjes, bij de kachel. Dus, komt allemaal goed. En ik wens jullie allemaal een hele fijne middag toe. Geniet ervan met hetgene wat jullie doen. En ik hoor, en ik zie jullie later. Doei, doei. Ja, dag lieve vrienden, hier zijn we dan weer eventjes. Het is 5:30 op die klok en die heeft 6:50. Maar ik ga maar uit van de computer, die heeft het gelijk. Dat is 7:34 en kan wel als je loopt mee in de weg. Ik wil de televisie even de geluid laten houden. Eventjes op stil. Zo. Ja, ik heb een heel mooi plaatje gemaakt. En, met een tekst erbij. Ja, ik laat het plaatje even zien en de tekst die zal ik zo meteen even voorlezen. Heb ik zelf gemaakt, hè? Dat zeg ik erbij. En dan hoop ik dat jullie hem zo kunnen zien. Ik denk het wel. En dan zal ik hem voorlezen. Maak van iedere dag in je leven een sprookje. En niet alleen van je mooiste dag in je leven. Want helaas, ons leven, dat duurt maar heel even. We zijn niet geschapen om voor altijd op de wereld te zijn. Ook wij mogen ooit naar onze dierbaren en daar is het fijn. Nou, dat heb ik zelf eventjes bedacht en in elkaar gezet en gedaan. Ja, dat is helemaal mijn ding. Ja, ik maak wel wat vaker gedichtjes hoor, daar niet van. En dan vind ik een mooi plaatje. Ik denk, ja, daar moet wat bij, weet je. En dan maak ik van het plaatje nog iets mooier dan dat het al is. Want het plaatje wat ik gemaakt heb, nou, dat was alleen nog die boom uit een sprookjesplant. Met ogen in de neus, in de mond. Dat bestaat dus al niet, in het echt. Of iemand moet zo kunstig geweest zijn om dat erin te snijden met een mes of een zaag of wat dan ook. En ik heb er dus... ja, sprookjesfiguren erbij gezet. Ja, en eentje achter de boom neergezet. Dan maak je die boom een stukje los. En die zet je dan eroverheen. Ja, dat is echt mijn ding om dat te doen. En ik heb het allemaal van mijn mannetje geleerd. Hij heeft me geleerd om met dat programma overweg te gaan. Want ik zei steeds, ik kan dat niet. Het zal mij niet lukken wat jij doet. Nou, voordat hij... dat was 2-3 maanden voordat hij stierf, dus dat was in 2016. Toen stond hij achter me en dan had ik even niet in de gaten. Maar op een gegeven moment kuchte hij een beetje. Toen daar schrok ik van, dus ik kijk om. Ik zeg, wat is er? Doe ik iets niet goed? Nee, zegt hij juist niet. Je doet het heel erg goed. Hij zegt, maar ik sta gewoon versteld ervan.
hoe je het doet en wat je doet. Hij zegt, je bent van mijn leraar niet te evenaren. Hij zegt, je doet het keurig. Hij zegt, het kan niet beter. Hij zegt, mijn leraar die kan al wat van jou leren. Nou, ik wist niet wat ik hoorde. Ik denk, nou, daar zal je leraar blij mee wezen, maar niet eens. Maar in ieder geval, ik was blij mee met het complimentje en ik ga gewoon door op de oude voet. En ik word steeds beter en beter erin. Ja, ik vind het mooi, ik vind het leuk. Enkel, ik wou dat ik wist hoe ik met het programma water mooier kan laten bewegen dan ik nou doe. Maar ja, hoe? Ik niet weten. Ik geloof dat het programma te oud is, dat ik een hogere versie moet. Nou, dat mag Roderick voor me op mijn computer zetten, want het staat ook op de laptop. Dan mag hij het overzetten op mijn computer, ja. En anders zien we wel weer. Maar in ieder geval, het komt wel goed allemaal. En ik ga eventjes koffie drinken en ik heb een beker kuppen soep. Ja, goedkoop merk hoor. Ik moet die dure troep niet. En even met mijn spelletje en dan, het is toch alles dus. Dus ook etenstijd voor vele mensen, maar ik wil eventjes mijn hoofd weer bij wat anders. Voordat ik naar Facebook toe moet, ja. Facebook dat vraagt ook heel veel werk en heel veel uren van een mens. Dan wanneer ze alleen nog maar lid zijn van een groep of helemaal geen groep hebben, gewoon je eigen tijdlijn. Dat vergt minder van je dan dat je allerlei groepen hebt. Maar het is ook wel leuk werk. Want tenminste, het kan leuk werk zijn als de leden geen haat en nijd naar elkaar toe hebben. En niet beginnen te schelden en niet beginnen elkaar de grond in te trappen of wat dan ook. Want daar heb ik een hekel aan en dan leg je het bij mij eruit. Ja. Je hebt een ander die minder is dan jij bent. Qua begaafdheid, laat me zeggen. Dat is, ja, dat is wat mankeren. Hoef je ze de grond dan niet in te trappen? Nee. Hoe zou jij of wij het vinden als wij de grond in werden getrapt, als wij het ook mankeerden? Want ik mankeer ook wat. En wie tegenwoordig niet? Moeten we daarom de grond in getrapt worden? Ik heb een tijdje terug, kwam er een man, op, een medelid van mijn 50-plus groep, die kwam weer bij iemand anders een bericht tegen. Nou, die iemand anders, ze was gelukkig niet lid, want daar was ze te jong voor, maar ik heb haar wel aangesproken wat ze denkt wie ze is. Een of andere Hitlerfiguur was dat. Alle mensen die wat mankeerden, die moesten maar afgeschoten worden. Baby's die zo werden geboren, moesten ze ook maar in laten slapen, in plaats van laten leven. Ze hebben dus bij haar niet een kans om te leven. Nee, maak me af. Nou, dan ben je bij mij helemaal aan de verkeerde adres. Als ze van binnen gezond zijn, maar van buiten niet, hè. Ik bedoel, dat ze syndroom hebben of wat dan. Kunnen ze heel oud worden, ze kunnen gelukkig zijn, ze kunnen lol hebben in hun leven. Ja, mensen met autisme. Noem maar op. Moet je ze dan afmaken? Nee. Iemand die bij mij, dat heb ik van de week nog op televisie gezien, was een volwassen man en die redde zich heel erg goed. Die was geboren zonder armen. Hij is volwassen geworden. Hij kleedt zichzelf, hij wast zichzelf, hij eet zichzelf, hij kookt. Hij is bezig om kok te worden. Ja, gaaf hoor. Dat vind ik toppie. Hij is dus bezig om, nou ja, een kok te worden. Hij volgt cursus en hij doet het gewoon allemaal met zijn voeten. Moet hij al wel ergens hulp voor hebben dat het echt niet kan? Dan vraagt hij dat. Maar hij gebruikt ook zijn mond met dingen. Dan doet hij het in zijn mond en dan ja, doet hij daarmee. Dus hoe pinter. Als jij geen armen hebt, dan leer je automatisch met je andere lichaamsdelen te werken. Schrijven doet hij ook met zijn voeten. Doet de pen, die neemt hij met zijn tenen. Nou, dan gaat hij schrijven, nog netjes ook. Netter dan menig mens bij de handen kan, hoor.
Want sommigen hebben van die boeren aan de poten, en dat kan je niet lezen. Maar dat doet er allemaal niet toe. Maar oké, zo is dat. En ik vind dat niet rechtvaardig wat dat Grietje had gedaan. En ik heb er dus de huis volgekafferd in de meisjenger. Maar dat boeit me niet. Ik heb niks van gehoord, maar ik heb wel gezien dat ze het gelezen had. En dat doet me goed. Ik denk top. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie eten. Als jullie nog gaan eten. Smakelijk eten dus. En tot later op de avond. Ik zou zeggen, doei doei. Nou, en Frodo die is lekker aan het smikkelen en in het smullen. En ook Eowyn die is ermee bezig. Enkel Gandalf die zit achter de deur vanzelf. Het is vandaag donderdag. Rebecca die had vandaag moeten komen, maar ze heeft dus gelukkig vanochtend afgebeld. Hè. Ze komt morgen, dus morgen heb ik het ook druk, want ik moet eerst sowieso naar een fysio. Dan moet ik om 11 uur wezen. Astrid die heeft geappt, ze komt wat later, want ze moet naar de dokter. Ja, dat gaat allemaal voor, hè. Voor het leuke, ja. En Rebecca die komt wanneer ik weer thuis ben, ja. En haar cadeautje die staat nou hier op tafel. Dus ja, dat krijgt ze morgen in ontvangst van mij. Anders had ze het vandaag gehad, nou ja, een dag later of een dag eerder. Dat maakt ook niks uit, wel. Nee, en ik ga, ik ben bezig een filmpje aan het uploaden naar YouTube toe. En dat moet nog hoe lang ongeveer? Zeg maar 22 minuten nog, dan is die binnen. En die komt dan 9 maart online. En dat komt allemaal wel goed. Het is een klein filmpje hoor, gewoon een paar minuten. Dus het is niet echt lang. Nou ja, en dan probeer ik te trachten om vanavond nog eentje in elkaar te zetten. En die ook nog vannacht naar YouTube te krijgen. Maar dat zie ik nog wel. Ja, het ligt er helemaal aan. Morgen kom ik er niet aan toe om overdag te gaan renderen of te uploaden of wat dan ook. Veel te druk. Dus we zien het wel hoe het gaat. En ja, of er zondag wel eentje online komt, dat weet ik dus nog niet. Nee. Dus, maar oké, Frodo die is zo te zien klaar met eten, want die staat voor de tuindeur. Maar ik ga eerst kijken. Of zijn bakje leeg is. Ja, die is leeg. Ik zal hem even bij de kachel weghalen. Grote jongen, hè? Die is een grote jongen. Wat? Dikkie. Ja, alles is op. Mag even naslobberen. Hé? Mag even naslobberen, man. Hé? Is lekker, hè? Oei, ja, 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 ja. En nou naar buiten? Moet je nou naar buiten? Nou, doe het maar. Hé? Gaan we jou buiten laten? He, want wat erin komt, moet er ook weer uit, zeg maar. Hè? Ja. Wat erin komt, moet er ook weer uit. Ja, en het begint te regenen. Het zal niet zo, maar ja, daar woon je ook voor in Nederland. He, het is of regen, het is of het een of het ander. En het is nooit goed, hè? Nee. Maar het maakt ook niet uit, hoor. Nee. We worden er niet minder om. Nou, die zit nog voor lekker te eten. Ik maak dat badje weer lekker leeg. En daar ben ik blij om. Ze had toch heel wat, maar oké. Ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ga straks ook eten. En ik zou zeggen, een fijne avond. Tot later. Ja, lieve vrienden, het is alweer heel erg laat. En dat voor mijn doen nu, voor op... van donderdag tot vrijdag, terwijl ik morgen bij tijds eruit moet, want ik moet morgenochtend naar fysiotherapie. Maar ja, ik wil toch even afsluiten en het is 2 uur 38 en mijn pc die draait nog, want er gaat een vlog naar YouTube toe. Die komt dan eventjes op 10 maart online, ja. Dat, die loopt wel. En ik ben weer met lekkere warme kruik even bezig. En daar ligt Frodo. Ik ligt rustig te wachten totdat ik zover ben. En dan gaan we de lichten uit doen. Kachel is al uit. Dus lichtjes stroom meteen uit en naar bedje toe.
te zeggen, wel trust allemaal voor degene die ook laat zijn, net zoals ik. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.